welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik echt super veel nieuwe producten testen. Want ik heb niet alleen maar nieuwe make-up, maar ik heb ook nieuwe make-up kwasten, nieuwe sponsjes, dat soort dingen. Dus het wordt vandaag weer een lange video. Zowel een lange video om te maken vandaag, als een lange video om te bekijken. Dus pak er alvast gewoon iets lekkers bij, iets te eten, iets te drinken. Ik heb zoveel nieuwe producten. Ik heb heel veel nieuwe producten gehad in PR. Dat heb ik ook laten zien in mijn PR-unboxing een tijdje geleden. En ik heb ook gewoon een aantal nieuwe producten gekocht die ik ook wil gaan testen. Dus ik ben super benieuwd naar al deze make-up. Ik vind het altijd een van de leukste video's om nieuwe dingen te testen. En jullie ook, dat kan ik zien aan de views. Ik had ook bij de PR unboxing aan jullie gevraagd van wat willen jullie zien? Wat willen jullie dat ik test? En een heleboel van die make-up zit ook in deze video. Dus ja, laten we gewoon niet te veel praten en gewoon snel beginnen, want de video wordt echt al lang genoeg. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik ga vandaag weer een heftige ooglook maken, dus we gaan beginnen met de ogen. En het nieuwe oogschaduwpaletje van vandaag heb ik gewoon zelf gekocht. En dit is ook echt een van de leukste producten van allemaal. En dat is dit donut paletje. Kunnen we even beseffen dat het paletje gewoon letterlijk een donut is van Glamlight, de Donut Glam Palette. Kijk even deze verpakking. Hij is ook echt verpakt als gewoon een echte donut. Toen ik deze zag online, ik dacht echt super cute. Glamlight staat sowieso bekend om hun verpakkingen die op eten lijken. Ik heb ook hun pizza palette. Dat is deze. Deze had ik ook in een hele video getest. Alleen deze is super groot. Dit paletje van hun is ietsje kleiner. Maar hun hebben dus allemaal van dit soort make-up producten die allemaal op eten lijken. Dat is echt super leuk. Daar staan hun echt bekend om. Dus ik ga vandaag dit donut paletje testen. Je moet hem gewoon zo openmaken. Ik heb hem besteld bij Boosie Shop. En wat ook leuk is hieraan, hij is oprecht zacht. Kijk, je kunt er echt zo in drukken. Zien we dit? Druk. Hij is echt zo zacht. Dat is zo grappig. Gewoon net een echte donut. En dan als je hem openmaakt, heb je hier het paletje. Het is een best wel heftig paletje. Zoals je kunt zien, best wel heftige kleurrijke kleurtjes. Alleen vooral een beetje blauwige kleuren. En je hebt matte en glanzende kleuren. En zoals jullie weten van mij, ik hou altijd van heftige kleurrijke looks. Dus dit paletje leek mij super cute. Je hebt ook een spiegel. Hij was ook niet heel duur. Hij was 20 euro. Dus ja, we gaan gewoon even hiermee vandaag iets creëren. Ook ga ik vandaag nieuwe kwasten proberen. Ik heb hier deze nieuwe kwasten gekregen van Maria Malky. Of Malky, ik weet nog steeds niet hoe ik het uitspreek. Niet dat ik het even vraag aan hun. Nee, ik blijf het gewoon verkeerd uitspreken. En dit zijn een heleboel gezichtkwasten en oogkwasten. Dus ik ga deze allemaal proberen te gebruiken. Dus dan ga ik nou beginnen met al deze oogkwasten. Ik ga ze afjes niet allemaal gebruiken, want dat kan niet. Maar zoveel als kan. Ik ga in ieder geval vandaag alleen maar deze kwasten gebruiken. En kunnen we even beseffen hoe mooi deze kwasten zijn. Ik heb ook een kortingscode voor hun. Die zal ik beneden zetten in de beschrijving. Dus als je iets wilt hebben van hun website, heb je ook een beetje korting. Kijk hoe mooi deze rosé-achtige kwasten zijn. I love it. Dus dat gaan we vandaag ook gelijk testen terwijl ik mijn oogmake-up doe. Dus laten we snel gaan inzoomen op de ogen. Oké, ik ga eerst beginnen met het primer van mijn oogleden. En ik heb ook een nieuwe oogschaduwprimer van Make-up Studio. Heb ik hier hun eye primer. Dus deze ga ik als eerste aanbrengen. Deze is nieuw. Heeft hij een kleur? Er staat verder geen kleur op. Volgens mij hebben ze er maar één. En dat is dus deze. Er staat ook in dat er vitamine E in zit. Anti-aging action. Dus dat het goed is voor je oogleden qua veroudering. En dit is dan de kleur. Het lijkt een beetje op een cream concealer. Dit ga ik aanbrengen met deze ronde kwast. Dit is de Maria Malky nummer 7. Ik gebruik altijd zo'n ronde kwast voor oogschaduwprimer. De kleur is alleen best wel donker. Ik hoop niet dat hij te donker gaat zijn. Ik vind hem niet zo. Er komt echt bijna geen kleur vanaf. En ik vind hem ook iets te vettig of zo. Dus nee, ik heb niet echt het gevoel dat dit voor mij gaat doen wat ik zou willen dat het doet. Ik ga beginnen met deze lichtblauwe matte kleur. Die heet Icing. Alle namen van alle kleuren hebben ook iets te maken met donuts. Echt superleuk. Deze kleur pak ik op met deze ronde kwast, nummer 9. En deze ga ik er zo indrukken hier in de binnenste ooghoek in mijn arcadeboog. Oeh. Die kleur is echt gelijk heftig. Wauw. Daarnaast breng ik deze paarse matte kleur aan. Die heet So Sweet. En die druk ik er gewoon zo naast in. En daarnaast breng ik deze roze matte kleur aan. Die heet Jelly. En nou ga ik al deze drie kleuren blenden. Ik ga de blauwe kleur uitblenden met deze licht mintblauwe kleur. Die heet Frosty. En ik gebruik hiervoor de kwast nummer 11. Is een hele kleine fluffy kwast. En dan ga ik gewoon zo'n klein beetje hier zo bij de randen blenden. Dit is de enige kleur die ik uitblend met een andere kleur. De andere twee kleuren ga ik uitblenden met gewoon ja, die kleur, dezelfde kleur. Dan pak ik weer een beetje van die paarse kleur. En dan ga ik zo een beetje over mijn cut crease hier zo. Een beetje over die paarse en die roze kleur. Ik ga nu een halve cut crease maken met mijn Catrice Concealer en deze kwast van NYX Cosmetics nummer 14.
Dan pak ik deze witte glanzende kleur Glazed. En die breng ik aan met de kwast nummer 14. Dat is gewoon zo'n plat kwast. En ik maak het een beetje nat met fixing spray. En die kleur breng ik dan aan over de hele cut crease. Wow, dit is echt een hele heftige kleur. I love it. Ik denk wel dat dit een kleur is die je beter met je vinger kunt aanbrengen. Kijk even hoeveel die oppakt met je vinger. Ja, dit is echt zo'n kleur die je met je vinger moet oppakken. Hij is wel super korrelig. Oh my god, alles valt overal. Kijk even hoeveel hier allemaal ligt. Oh my god. Begin echt eerst met je ogen en dan pas je gezicht. Want als ik nou mijn gezicht al had opgemaakt, was het echt een bende geweest. Dan pak ik weer de paarse kleur So Sweet. En weer met die kleine ronde kwast, nummer 9. En die kleur ga ik dan aanbrengen hier in de buitenste ooghoek. En ik trek het zo schuin naar beneden. Dan pak ik weer de roze kleur Jelly met de kleine fluffy kwast nummer 11. En daarmee ga ik het een beetje uitblenden hier bij de randen. En dan pak ik ook weer een beetje van die paarse kleur, blend ik ook weer uit. En zo ga ik gewoon op en neer. Dan pak ik ook weer deze blauwe kleur Icing. En die ga ik dan ook nog een beetje aanbrengen zo langs de rand van die paarse kleur. En dan met dit doekje ga ik zo een rechte lijn maken. Oké, ik ga even dit blending hier een beetje bijwerken, want ik vind het allemaal niet zo. Ik weet niet, ik vind de look is niet helemaal zo perfect gegaan als dat ik wil. Ik weet niet per se of het ook een beetje aan de kwasten ligt. Maar ik ga even hier een beetje extra blenden, want ik vind het niet echt top. Ik denk ook dat het een beetje aan die oogschaduwprimer ligt. Het ligt in ieder geval niet aan dit paletje, want dit paletje is echt goed gepigmenteerd, blendt ook goed. Alleen er is iets met die oogschaduwprimer, oh my god. Dan pak ik ook weer een heel klein beetje van deze kleur, maar echt maar een heel klein beetje, want hij is super heftig. Dan breng ik ook een klein beetje aan hier zo onder de wenkbrauw. Dan heb ik ook een nieuwe mascara en dat is deze van I Heart Revolution. De I Heart Revolution Tasty Avocado Mascara. Is dit niet echt de meest cute mascara die je ooit hebt gezien met allemaal avocados erop? Ik vind avocado echt vreselijk. Ik hou niet van bitter. Ik vind super bitter smaken. Ik vind het echt niet lekker. Dit is hoe die eruit ziet. Deze ga ik even gebruiken voor mijn mini wimpers. Dit is echt een fijne mascara. Je kunt mijn kleine mini wimpers bijna niet zien. Maar hij krult super goed. Deze krultje wimp is echt heel erg goed. Hij geeft alleen niet veel volume. Ik hou persoonlijk altijd van volume, maar heel veel mensen ook niet. Hij doet mij heel erg denken aan de Benefit Day Real mascara. Dus als je die Benefit mascara fijn vindt, dan vind je deze zeker ook fijn. En hij is een stuk goedkoper. Maar I like it. Als je een goede mascara zoekt die heel goed je wimpers krult, dan is deze zeker een aanrader. Dan heb ik hier ook twee nieuwe nep wimpers van Maria Malky. Dit zijn allebei 3D Faux Mink Lashes. Ik heb hier de stijl Sophia en hier heb ik de stijl Mila. Ik denk dat de stijl Sophia mij op dit moment het meest aanspreekt. Dus ik denk dat ik deze ga gebruiken. Echt twee hele heftige wimpers. I love it. Dus deze ga ik even opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Ogen zijn helemaal klaar. De wimpers zitten erop. De wimpers zijn echt werkelijk waar prachtig. Echte zijn ze te naturel voor deze ooglook. Ik denk ook dat ze niet zo naturel op de meeste mensen zouden vallen als op mij. Want ik heb hier best wel veel ooglidoppervlakte. Ik heb gewoon heel vaak het probleem dat heftige wimpers heel naturel vallen op mij. Dus ik zou deze zeker vaker gebruiken. Maar meer met everyday alledaagse looks. Voor zo'n ooglook zou ik eerder gaan voor een iets heftigere wimper. En deze andere wimper is ook zo naturel. Ondanks dat het niet zo oogt. Dus ja, maar ik vind hem wel echt prachtig. Echt, echt mooie wimpers. Nou ga ik mijn gezicht primen met iets waar jullie vooral heel benieuwd naar waren en ik ook. En dat is de Urban Decay All Nighter Face Primer. Iets in mij zegt dat hij heel fijn gaat zijn, maar dat weet ik niet. Hallo, gaan we nog focussen? Deze camera lens focust zo traag. Ja, kijk, hier hebben we hem. Dit is de Urban Decay All Nighter Face Primer. We weten natuurlijk allemaal de All Nighter Setting Spray, die echt geweldig is. Waar we allemaal van houden. Dus nou gaan we ook de primer proberen. Er staat op Longwear Foundation Grip, Prep, Smooth and Perfect. 30 ml, dat is gewoon normaal voor een primer. Longwear Foundation Grip, dus dat hij je make-up langer goed laat zitten. Daar is een primer ook voor. En dat hij je gezicht ook heel smooth maakt. Heel egaal. Dus laten we het gewoon gaan proberen. Ik ga ook vandaag geen nieuwe foundation en concealer testen, omdat ik dan niet weet wat deze primer nou precies doet. Dus ik ga hem testen met een foundation en concealer die ik al heb. Ik had wel een nieuwe foundation en concealer besteld voor deze video, maar ik dacht ja, dat is niet heel handig als ik ook deze primer wil bestellen. Dus die producten ga ik in een andere video testen. Ik ga voor nu gewoon even deze primer testen. Hij is gewoon zo wittig. Ik breng hem gewoon aan over mijn hele gezicht. Oeh, hij smeert heel fijn uit. Hij ruikt niet echt naar iets, gewoon normaal. Hij doet mij heel erg denken aan de Too Faced Hangover Primer. Hij voelt een beetje zo aan. Als je die primer hebt, dan weet je wat ik bedoel.
Hij plakt ook een heel klein beetje. Het is echt gewoon bijna identiek aan de Too Faced Hangover Primer. Als hij ook net zo goed werkt, is het helemaal top. Maar dat gaan we zien aan het einde van de dag. Want ik ga ook een full day wear test doen. Dat heb ik nog niet verteld in de video. Maar ik ga de make-up ook de hele dag ophouden. En dan kijk ik straks of alles nog goed zit. Als foundation gebruik ik mijn Wet n Wild Dewy Photo Focus Foundation. In de kleur Desert Beige. En die ga ik aanbrengen met een van de kwasten. Deze Kabuki kwast. Dit is nummer 2. Ik doe heel vaak glanzende foundations aanbrengen met een kwast in plaats van een spons. Omdat het dan wat glanzender wordt of zo. Heel raar is dat. Maar ik heb altijd het gevoel dat een spons het een beetje mat maakt of zo. De kwast die ik normaal gebruik is mijn Sigma Kabuki kwast. Die is ook wel een tikkietje groter. Deze is ook wel heel zacht. Het valt me al wel op dat alle kwasten heel erg zacht zijn. Dan ga ik het gewoon hiermee eventjes zo insmeren. Je moet je kwasten wassen voordat je ze gebruikt eigenlijk. Als je nieuwe kwasten aanschaft, dan moet je ze eigenlijk eerst wassen. Maar ja, ain't nobody got time for that. Nou, dit ging echt goed. De kwast werkt beter dan dat ik dacht. Eerlijk gezegd had ik dat niet helemaal verwacht. Ik heb ook een nieuwe spons van Maria Malki. Het zijn in principe 2 sponsjes. 1 grote, 1 kleine. De kleine gebruik ik niet, want ik gebruik nooit zulke kleine sponsjes. Ik ga de grote wel gebruiken. Dit is hem, zo'n mooi bordeaux rood. Ik hou van bordeaux rood. Dat is echt een van mijn fave kleuren. Ik ga hem even nat maken. Zo, dit is nou de spons. Hij is echt een stuk gegroeid. Hij is super groot geworden. Hij is ook super zacht. Hij voelt echt super fijn aan. Ik ga hiermee nog een klein beetje over de foundation heen. Om het een beetje extra goed in te blenden. Gewoon echt maar een heel klein beetje. En dan is het gewoon goed. Ik ga deze spons gebruiken voor de concealer en de cream contour. Want ik heb ook een nieuwe cream contour. En die is gewoon van Max & More van de Action. Deze contour stick. Ik ben echt heel erg benieuwd. Want ja, de Action is super goedkoop. Ik heb hem in de kleur dark. Deze heb ik gehad in PR. Dit is 148 dark. En dan heb je hier de donkere kant en hier de lichte kant. De lichte kant gebruik ik niet. Dat is een soort van concealer highlight kant. Die gebruik ik echt nooit. Mij gaat het echt om de donkere kant. De kleur ziet er goed uit. Dan ga ik gewoon hiermee een beetje cream contouren. Oeh, hij brengt heel creamy aan en de kleur is echt perfect. Ik heb ooit een andere cream contour stick gebruikt van de Action. Alleen, ja, die blende gewoon helemaal weg. Dus ik hoop dat deze niet helemaal weg gaat blenden. En dan gewoon zo inblenden. Deze spons is echt geweldig. Wow, ik vind hem echt mooi. Kijk hoe mooi warm die mijn gezicht maakt. I like it. Wow, ik had hier jeuk en nou heb ik hier gekrapt en nou is die zo rood. Wat een gezeik, jongens. Even een beetje foundation aanbrengen. Oh, het is echt een hele mooie, warme kleur. Dit is wel de kleur dark, dus ja. Als je een donkerder gezicht hebt dan mij, dan gaat die gewoon echt te licht zijn. Dat vind ik wel jammer. Bij Max & More, bij de Action, gaan ze nooit echt super donker. Maar goed, voor mij is dit gewoon echt perfect. I like it. Hij blendt ook niet helemaal weg. Hij heeft mijn gezicht een hele mooie bronzy gloed gegeven. I like it. Als concealer gebruik ik mijn Catrice True Ink True Sink True Skin. Catrice True Skin Concealer. Deze. Deze is super fijn. In de kleur 032 Neutral Biscuit. Ik zal jullie heel even snel het verschil vertellen tussen deze twee Catrice concealers. Dit is de Catrice Liquid Camouflage Concealer. Veel van jullie weten al hoe geweldig deze concealer is. Dit is echt mijn fave. Deze echter is even geweldig. Maar het verschil alleen maar is dat deze hydrateert en glanzend is. En deze is mat. Ze hebben voor de rest allebei een volledige dekking. Zijn super fijn op de huid. Creasen niet. Allebei heel erg mooi. Dekken heel erg goed. Ja, alleen het enige verschil is eentje glanst, eentje is mat. Dus ja, mocht je een van de twee willen halen, dan weet je wat het verschil is. Ik hou altijd meer van glanzend. Want ik heb een normale tot droge huid. Deze spons, jongens, echt gewoon eventjes allemaal halen. Hij is echt geweldig. Hij is ook zo lekker groot. Hij is groter dan dat ik gewend ben. Maar dat vind ik heel erg fijn. Want dan ben ik snel klaar met mijn hele gezicht. Dan hoef ik niet allemaal 100 keer over mijn hele gezicht heen. Deze spons echt amazing. Wauw. Dan heb ik ook een cream bronzer. Of ja, het is een bronzing mousse van Makeup Studio. Ik heb nog nooit zoiets gebruikt, geprobeerd. Een bronzing mousse. Ik vond het heel erg apart. Deze heb ik ook gewoon gekregen in PR. En dit is hoe het eruit ziet. Kijk even hoe apart deze verpakking is. Zo'n klein rondje. En dit is dan hoe het eruit ziet. Oh my god. Dit is dus een bronzing mousse. Maar ik vind hem wel echt heel erg glanzend. En ja. Hij is ook echt best wel licht en glanzend.
ik weet niet of ik dit ga gebruiken, jongens. Ik wil echt niet mijn hele gezicht verpesten. En ik moet mijn make-up nog de hele dag oplaten. Kijk even hoe licht en glanzend dit is. Hoe moet ik hiermee gaan bronzen, jongens? Kan iemand dit maar uitleggen? Ik snap er echt niks van. Dit is echt gewoon meer een highlighter of zo. Ik ga dit niet gebruiken. Ik ga echt niet mijn hele gezicht verpesten. Dan heb ik een nieuwe losse poeder van Revolution Pro in de kleur Radiant. Dit is de Goddess Glow Finishing Powder. Dus een glanzende poeder. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop niet dat hij te veel gaat glanzen. Ik snap niet waarom altijd alles zo overdreven glanst. Als ik er zo in kijk, vind ik hem best wel glanzend. Oh mijn god, dit is de verpakking. De Revolution Pro verpakkingen zijn altijd heel erg chic. Oeh, je hebt ook zo dit erbij. Dat is leuk, maar deze gebruik ik niet, dus ja. En dan is dit de inhoud. Laat het alsjeblieft niet te glitterig zijn. Oh my god. Dit is de kleur. Hij is best wel donker. Oh my god. Ik heb een beetje gedaan op mijn hand. Op zich op mijn hand is hij wel licht, dus... Ja, nou ja, Sarah, je gaat het gewoon proberen. We gaan hier niet alles overslaan. Oké, jongens, ik ben echt helemaal zenuwachtig hiervoor, maar let's do this. Dan breng ik het aan overal waar die concealer zit. Ja, de kleur is echt donker. Ik ga het er ook weer snel afhalen, want de kleur is echt te donker voor mij. Ik weet niet wat het is vandaag, maar ik vind mijn make-up overal gewoon niet zo goed zitten. Hij glittert ook veel te veel. Dat was echt al wat ik dacht. Ik zie gewoon helemaal zo'n glitter op mijn gezicht. Oh my god. Ik heb verder niks nieuws qua poedercontour. Dus ik gebruik gewoon even mijn Revolution Contour paletje. En de kleur die ik ga gebruiken is deze. En dan pak ik ook nog deze gele kleur. En die breng ik aan nog een beetje hier onder mijn ogen. Om het hier weer een beetje extra te verlichten. Want nou is het super donker geworden door die poeder. Maar dit doe ik sowieso altijd. Dus ja. En nou maakt het ook weer een klein beetje wat matter. En dan een klein beetje van mijn Max & More Fixing Spray om alles een beetje mooi in elkaar te smelten. Dan ga ik nou heel even snel mijn ogen afmaken. Ik breng een blauw oogpotloodje van Essence aan in mijn hele onderste waterlijn. Dit is de Long Lasting Eye Pencil nummer 17. Dan breng ik eerst deze blauwe kleur aan, Icing. Die breng ik aan in de binnenste hoek en dan tot het midden. En daarnaast breng ik de kleur So Sweet aan. En dan pak ik ook nog deze roze kleur. En daarmee blend ik de kleur hier een klein beetje uit. En dan weer een beetje van deze mascara op de onderste wimpers. Nou ga ik verder met mijn gezicht, bronzer en blush en zo. En daarvoor heb ik dit paletje van Pixi. Had ik ook gekregen in PR in de kleur Honey Nectar. En dat is dit prachtige paletje. Kijk even hoe mooi. Je hebt highlighters, een bronzer en een blush. Ik ga beginnen met deze bronzer en daarmee ga ik mijn hele gezicht bronzen. De kleur ziet er niet echt uit als een bronzerkleur die ik vaak gebruik, maar whatever. En ik ga mijn gezicht bronzen met deze grote kwast, nummer 1. Er zit wel een hele lichte glans in, maar er komt niet echt veel kleur vanaf. De kwast is ook echt veel te zacht. Oh my god. Als blush gebruik ik dan deze roze blush. En daarvoor gebruik ik deze schuin afgesneden kwast, nummer 3. Deze blush lijkt wel echt super heftig, dus ik pak maar een heel klein beetje. Het is wel een hele mooie roze kleur. Er komt niet heel veel vanaf, dus ik kan wel iets meer pakken. Oké, dit paletje, het is oké, maar de kleuren zijn niet echt heel heftig. Ondanks dat deze kleur heel heftig lijkt, is hij het niet. Deze kwast vind ik by the way wel heel fijn. Even kijken, dan wil ik ook de highlighter gaan gebruiken. Hier deze gouden. Maar ik heb ook een nieuwe highlighter van Makeup Studio, een losse. In de kleur Natural, dus deze wil ik ook proberen. Dus ik doe deze denk ik hier rechts en dan het paletje hier links. De kwast die ik ga gebruiken is deze, nummer 5. En ik ga beginnen met dit paletje. Er komt niet veel van af. Die breng ik zo hier aan. Ja, er komt echt bijna niks vanaf. Ik ga ook even deze roze pakken. De roze is iets heftiger ofzo. Je moet best wel veel aanbrengen om het heftig te maken. Als je houdt van gewoon een subtiele glans, dan vind je hem heel erg mooi. De kleur is wel best wel donker. Hij oogt een beetje champagneachtig, maar hij brengt best wel goud aan. Ja, het is gewoon heel subtiel. Maar op zich wel gewoon mooi. Dan pak ik deze van Makeup Studio. Deze ga ik aanbrengen met een andere kwast. Deze lijken op elkaar, alleen is deze iets kleiner. Nummer 15. Nee, wacht. Ik ga een andere kwast gebruiken. Ik ga nummer 4 gebruiken. Dat is zo'n kwast. Ik zie ook vaak mensen zo'n kwast gebruiken voor highlighter. En dat wil ik ook wel een keer proberen. Pak ik een heel klein beetje. Deze had ik heel heftig verwacht, maar dat is hier niet. Ik vind deze kwast niet fijn. Ik ga toch gewoon de kwast nummer 15 gebruiken. Oké, dit is dan deze andere kant. Deze kleur is wel mooi. Deze is iets lichter. Deze is echt meer goud. Ik ga ook even de kwast gebruiken die ik voor de andere kant heb gebruikt. Ik maak me even schoon. Nummer 5 weer. Ja, ook best wel subtiel. Ze zijn allebei
best wel subtiel, allebei een klein beetje anders. Deze van Pixi heeft meer een beetje een wet look, terwijl de andere heeft echt een glowy look. Maar ja, het is ook een losse highlighter. Ik vind ze allebei een beetje, ja, gewoon the same. Allebei gewoon subtiel en whatever. Ik pak even weer die van Makeup Studio. Die breng ik een klein beetje hier aan. En dan pak ik die van Pixi weer, deze gouden kleur met mijn nummer 10 kwast. En deze breng ik een klein beetje aan zo op mijn neus. Kijk, er komt echt gewoon bijna niks van af. Wat is dit? Ik pak weer een beetje van die roze kant. Die is echt veel heftiger. Deze is echt heftiger dan die andere. Dus ik ga gewoon deze gebruiken nou. Maar ik vind die kleur niet mooi. Die kleur is te roze. Ik weet niet wat ik hiervan vind. Je moet echt super veel gebruiken. Voor een beetje payoff. Ik breng het ook aan in de binnenste ooghoek. Ik ga weer die van Makeup Studio gebruiken. Want die is wat heftiger. Dan gaan we verder met de lippen. Ik heb van Technique de Lip Slick Lipstick. Deze is ook nieuw. Heb ik ook gekregen in PR. En ik heb hem in de kleur Luna. Dat is een beetje een rozig nude kleurtje. Dus deze ga ik aanbrengen. Het is echt zo balmachtig. Het is echt straight up een balm. Ik vind het fijn, alleen dit is echt niet mijn kleur. Zulke kleuren draag ik niet. Dus ik ga hem er ook gewoon even afhalen en dan even een kleurtje opdoen die ik wel vind matchen. Gewoon een nude kleurtje. Ik ga dit lippotloodje van NARS gebruiken. Is zo'n Jumbo lippotloodje. Welke kleur is dit? Intriguing of zoiets. Velvet Matte Lip Pencil. Deze is echt heel erg mooi. Deze gebruik ik altijd op de dagen dat ik een natural lookje heb. En gewoon even snel iets wil doen op mijn lippen. Dus deze ga ik nou ook gebruiken. En dan als laatste de twee nieuwe fixing sprays van Urban Decay. Ik heb hier de Ultra Matte. Deze maakt je gezicht mooi mat. En ik heb hier de Ultra Glow. Omdat ik een glowy foundation heb gebruikt, ga ik vandaag de Ultra Glow gebruiken. Deze heb ik al één keer eerder gebruikt in de PR video. Ik vond niet per se dat hij mijn gezicht echt een heel erg glow gaf, maar oké. Oh jawel, ik zie de glow jongens, ja. Nou, even dit laten inwerken en dan zijn we klaar. Nou jongens, dit was het dan. Dit was de hele make-up look. Wat vinden we ervan? Ik vind de ooglook echt zo erg leuk. Er waren echt hits en misses. Een aantal producten vond ik goed, een aantal niet. Ik zal heel eventjes snel alles afgaan. Deze spons is echt geweldig. Dit is echt winnaar van vandaag. Dit is echt de meest geweldige spons ever. Deze moeten jullie allemaal gaan kopen. Ik heb ook voor jullie een kortingscode. En dan hoef je ook minder te betalen. Maar deze is echt amazing. De verpakking is ook mooi en je krijgt er twee. Dan heb ik deze mascara. Vind ik ook heel erg fijn. Lijkt echt op de Benefit Day or Real. De primer vind ik tot nu toe heel fijn. Hij lijkt echt op de hangover primer van Too Faced. Alleen ik ga hem de hele dag oplaten en dan ga ik zien wat ik er echt van vind. En ik ga hem ook vaker gebruiken. Maar tot nu toe, ik denk wel dat hij echt goed gaat werken. De contourstick van Max & Mol vind ik ook heel erg mooi. Ik vind het een hele mooie bronzy look geven. Het blendt ook niet helemaal weg zoals een oude contourstick. Dus dat vind ik geweldig. Dit paletje vind ik ook heel erg mooi. Als je van dit soort kleurtjes houdt, het brengt echt super fijn aan. Die oogschaduw primer heeft er wel een beetje voor gezorgd dat het wat minder goed werkte. En ook de kwasten. Maar al met al is hij heel goed gepigmenteerd als je dit soort kleuren cute vindt. Ik zou hem zeker halen en het is ook gewoon een hele leuke verpakking. Deze fixing sprays vind ik ook fijn. De matte moet ik nog proberen. Alleen de glow heb ik dus vandaag gedaan. Het geeft een glow, maar niet too much. Op zich is dat ook wel fijn. Je wilt niet altijd helemaal dat heel je gezicht zo extreem glanst. Dat heb ik ook wel eens gehad met sprays en dat vond ik niet fijn. Dus ja, tot nu toe werkt hij goed. Ik ga ook zien hoe het eruit ziet aan het einde van de dag. De wimpers, prachtig. Hele mooie naturel wimpers. Het zijn gewoon net echte faux wimpers, terwijl het is foamink. Foamink, neppe mink kan af en toe een beetje raar plasticachtig zijn. Maar dat zijn ze totaal niet. Ik vind ze echt prachtig. Deze raad ik ook zeker aan. Deze highlighter van Makeup Studio vind ik ook mooi. Het is een subtiele glow, maar wel heel erg mooi. En deze Lip Slick lipstick van Technique vind ik ook fijn. Het is gewoon een balmpje, alleen de kleur vind ik niet zo mooi. Wat vond ik niet fijn? Absoluut deze Revolution Pro poeder. Het is gewoon een glitterige poeder op je gezicht. Het is echt niet mooi. Deze bronzer, ondanks dat ik hem niet heb gebruikt, ja. Wat moet je hiermee? Hij is ook helemaal zo hard en raar. Ik vind het echt een slecht product. Dit paletje van Pixi raad ik ook niet aan. Er komt gewoon niet genoeg pigment af. Zowel de blush niet, de bronzer niet, de highlighters niet. Ik vind het gewoon geen fijn paletje. Deze oogschaduw primer vind ik ook echt super slecht. Ik vind hem niet fijn. Hij heeft niet genoeg pigment. Hij is te vet, te olieachtig. En ik had ook echt het gevoel dat de oogschaduw er niet goed op aanbracht. En deze kwasten vind ik ook niet zo helemaal vergeleken met de kwasten die ik al gebruik van Sueva. Vind ik ze gewoon echt
echt niet fijn. Ze zijn gewoon te zacht. Ze zijn echt te zacht en dat is gewoon echt een probleem. Eén kwast die ik wel heel prettig vond om te gebruiken was die ik had gebruikt voor blush. Deze. Deze is ook niet zo zacht en dat vind ik er heel fijn aan. Maar al met al, ja, ik ga deze niet meer gebruiken, want de kwasten die ik heb zijn gewoon echt beter. Dus ondanks dat ik ze echt prachtig uit vind zien, ja, ik vind gewoon niet dat ze goed werken. En ja, dat is dan al met al wat ik ervan vind. Ik ga jullie aan het einde van de dag nog eventjes laten weten wat ik van de primer vind. En de sprays even zien hoe alles er nog op zit. Dus ik zie jullie sowieso straks weer. Doei doei! Nou, dit was dan het einde van de video. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!